This program is powered by Giant Bicycles. Het was gisteren nogal spectaculair, vooral de koppelkoers. Wat was jouw hoogtepunt? Nou ja, je zegt zelf al, de koppelkoers was heel spectaculair. Maar ik vond ook terug opnieuw de Danny-wedstrijd erg mooi. En, ja, het ging er echt hard naartoe en je zag renners echt kapot gaan achter de Danny. En dat zien de mensen toch graag. Dus om Danny een beetje te helpen vandaag kies ik dan toch voor de Danny-reeks. In die koppelkoers, Keijse, eigenlijk een geweldige sprint zo pal voor het einde. Ja, ze begonnen aan een rondewinst. Toen dacht ik bij mezelf, dat gaan ze nooit meer redden. Maar ze sloten bijna in de sprint aan en ja, de sprint beslist in het midden van de groep. Dus dat zag er wel heel spectaculair uit. Jouw hoogtepunt van gisteravond? Nou ja, ik denk dat jullie allebei aangegeven hebben dat, dat je er haast niet omheen kent. Het was een hele mooie finale van een koppelkoers en ja, dat was voor mij het hoogtepunt. Ja. Kon jij meteen zien dat Keijse had gewonnen of twijfelde jij ook? Ik kon wel zien dat Keijse had gewonnen, maar ik begrijp dat er verwarring was. Zodat het peloton gewoon daar omheen zat. Ja, en dan is het best wel moeilijk voor de jury om in één keer te kijken van... wacht even, we hebben een sprint niet in het peloton, niet in de forse, maar in het peloton. En als je voor de jury verandering hebt, dan... dan weet je alles van, hè? Dan wordt het moeilijker. Dan weet je alles van, hè? Ja, dat heb ik ook wel eens gehad, ja. Keijs Terpstra dus aan de leiding. Terpstra verzuchtte eigenlijk na afloop. Het werd tijd. Werd het tijd? Nou ja, kijk, ik denk dat Nicky en Ilio zijn wel zwaar wegseizoen gehad. En die hebben gewoon een paar dagen nodig gehad om erin te komen. Andere kant zie je gisteren op het eind wat Michel zegt. Van ja, het was eigenlijk een onmogelijke actie, hè, om een ronde te pakken. En als je ziet dat, dan komt de vechtlust van zo'n Terpstra naar boven. En die geeft gewoon niet op. En uiteindelijk trekt hij dan de winst nog naar zich toe. Is het terecht dat ze nu aan de leiding staan? Ja, absoluut. Want het is... ja, als je ziet hoe sterk Nicky dan toch nog gas blijft geven. Terwijl het eigenlijk niet echt meer een baantretje is, maar gewoon echt op pure wilskracht en karakter. En hoe hard hij dan blijft rijden, dat is echt mooi om te zien. En dan heb je natuurlijk aan Keijzer een geweldige maat, die ook veel inhoud heeft, doordat hij heel veel op de weg rijdt. En dat was gisteren denk ik het verschil ten opzichte van andere koppels. Vanavond, ze staan maar één ronde voor, qua punten nog niet eens. Wat verwacht je vanavond? Ja, ze zitten natuurlijk een beetje in een zetel en ze kunnen een beetje afwachten. Het is aan andere koppels natuurlijk om de koers te maken. En zo sterk als ze gisteravond waren, dan moeten ze toch wel heel, heel gek verrast worden, willen ze die ronde verliezen. Dus ik denk dat ze vrij ontspannen de baan op komen. En de andere koppels toch iets nerveuzer. Maar hopen wel dat ze heel veel strijdlust mee naar boven nemen. Verwacht jij dat het al beslist is? Nou, zeker niet. Kijk, als je even heel simpel rekent, dan zie je dat er 4 koppels op 0 staan. In de resultaat is het 1 koppel op 0 en 3 koppels op een ronde. Maar die gaan vanavond alle 3 door de bonusronde heen. Dus dan heb je 4 koppels op 0 staan. Dus ik denk dat we vanavond weer een leuke strijd krijgen. En als Keijse Terpstra die benen houden van gisteren, dan mogen ze wat mij betreft nog een keer zo'n klap erop geven. Dat maakt het voor de koers wel mooi. This program was powered by Giant Bicycles.